In het Rijksmuseum op Schiphol is een nieuwe tentoonstelling te zien over het altijd geliefde onderwerp, vrouwen. In de expositie staan de Nederlandse dames centraal, oftewel de Dutch Girls. The Dutch girls are blonde, they are tall, they have blue eyes, they have a nice smile and totally different from my country. How would you describe Dutch girls? Dutch girls would be pretty like you, I guess. Dutch girls are all gorgeous and I wish all of them can move to America and live with us. Well, I'm pretty sure they're really pretty, but I'm actually gay, so yeah, anyway. Lang en blond dus. Voor veel mannen is dit nu het ideaal, maar in de 17e eeuw ging het om hele andere schoonheidskenmerken. Het lag in de 17e iets anders. Eigenlijk was een hele bleke huid echt het schoonheidsideaal. Tegenwoordig is het eigenlijk hoe bruiner hoe beter. Een hoge taille was het schoonheidsideaal. Gekruld haar. Echt pijpenkrullen werd ook met een friseertang gedaan. En kleine borsten. De nieuwe tentoonstelling bestaat uit 9 portretten van welgestelde en vooraanstaande vrouwen uit de Gouden Eeuw. De Nederlandse vrouw in de 17e eeuw was erg onafhankelijk. Ze was ook veel alleen omdat haar man ofwel op reis was voor handel of op zee vocht. Of misschien al overleden was. En op die momenten dan nam de vrouw zeg maar, de zaken waar van de man. Maar het kan ook dat ze zelf handel dreef als ze bijvoorbeeld marktkoopvrouw was. Hier is Maria van Oosterwijk afgebeeld. Zij was zelf bloemschilderes in de 17e eeuw. Het was eigenlijk heel ongewoon voor vrouwen om van het schilderen echt je beroep te maken. En je ziet ook dat ze penselen in haar hand heeft en een palet. En dat laat zien dat ze echt trots was op haar vak. En ook dat ze een opengeslagen boek op schoot heeft. Dus dat ze echt een belezen en ontwikkelde vrouw was. De Dutch Girls zijn elke dag te bewonderen tussen 7 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in het Rijksmuseum achter de paspoortcontrole op de Holland Boulevard.